Ja, we gaan beginnen met de ontknoping in de Grand Prix van het Vechtdal. De eerste starter, Manuel Fernández-Saro met Kidam. Roelof Bril nog steeds naast mij. Roelof, dit moet een mooie barrage worden, hè, met deze deelnemers. Ja, zeker met de Nederlanders achteraan. Dit is niet het snelste paard. Paard wel met veel vermogen die er makkelijk overspringt. Maar we gaan straks nog heel andere ritten zien. Ja, springen hun eerste 1,60 samen. Manuel Fernández-Saro en deze Kidam. Opgeleid in België. En hier dubbel 0. 38-83. Natuurlijk een fantastische ruiter deze Spanjaard. Lang bij Schokkemallen gezeten. Ik denk dat we nu een hele snelle ronde gaan zien van Emma de Moussac. Met een fantastisch paard. Ik denk dat straks van die witte naar die roze staatsprong ook nog wel iemand voorlangs draait. Voor hen is één langs. Dus zoals het vanuit hier uitziet, na deze staatsprong, denk ik dat je ook helemaal voorlangs kunt draaien. Ja, kijk, ja. Zij doet het al. Wat een paard, hè? Ja, fantastisch. Foutloos in 37-45. Deze Tsjechische Amazone Emma Ogier de Moussac en Diva. En nu gaan we kijken naar de Zweedse Amazone die een bijzonder sterke rit had zojuist. Stephanie Holman met H&M's Flips Little Sparrow. Van Cardento uit die wereldberoemde Butterfly Flip. Kwam ze erg dicht. Paard weet zich er goed uit te redden. Zij gaat niet voorlangs. Langs. 37-45 van M.O.J. de Moussac. En Stephanie Holman. 37-77. Kun je zien dat die wending net een verschil maakt eigenlijk, hè? Ja, James Billington nu met VDL Cartello, 10 jaar van Cartani Malort. Niet het allersnelste paard. Dat breekt hem ook ietsjes op dan. Ja, strafpunt in 37-94. Toch nog niet zo heel ver van die tijd van Emma Ogier de Moussac af. Dus, ja, Emma verloor een beetje tijd naar de dubbelsprong toe. Dan maken ze 1 of 2 glassongen te veel. Je zult zien dat er straks toch wel 1 of 2 seconden makkelijk sneller gaat. Ja. Rolf Geuren won hij hier niet met Kanzal een paar jaar terug de grote prijs. Nou, dat kan goed zijn, ja. Met hierna nog 4 combinaties te gaan. 3 Nederlanders. Ik ben benieuwd dat hij op 6 glassongen begint. Daar lijkt het haast op. Ja, de meeste begonnen op 7. Maar ik zag hem die aanloop nemen naar de eerste hindernis. Ja, fantastisch rijden tot nu toe. Oh. Ja, je ziet het. 2 seconden sneller, wacht. Ja. Dus het klopt wel aardig. Ja, voor Bengtsson helaas dus de 4 strafpunten op de uitsprong van de dubbel. Het zou toch mooi zijn als we een Nederlandse overwinning kregen vandaag. Ja, met 3 van zulke Nederlanders moet het toch haast lukken. Willem Greven, Mark Houtsager, Frank Schuttert.
Willem nu met Carambol. Tweede waren ze hier afgelopen vrijdag. Warmloper voor deze Grand Prix. Willem gaat ook voor de 6. Even tijd nemen nu. Dat was de moeilijkste staalsprong voor hem eigenlijk. Dat nog goed. Heel snel die dubbel in. Willem geven. Jawel. Fantastische ronde. Dit zit erg kort bij de overwinning deze tijd van Willem. 35-76. Fantastische ronde. Moeilijkste hindernis was die witte staalsprong. Maar dan nam Willem mooi de tijd eventjes en de rest was gewoon uit het boekje zoals het hoort. Fantastisch dat deze combinatie weer helemaal terug is. Hier dus aan de leiding. Wat zal hij blij zijn met Carambol. Ik denk dat er nou wel aardig wat emoties zijn bij Willem. Hè? Ja, dat is natuurlijk ook, daar doe je het voor. Hè? En Willem heeft natuurlijk meer dan een jaar moeten wachten tot hij Carambol terug had. Ja, en als je dan zo'n comeback maakt zoals Willem de laatste weken, ja, dat is fantastisch natuurlijk. 35-76, dus de kloppen tijd nu met nog 3 te gaan. Julia Keizer. Ook 6. Julia begon iets te langzaam misschien op de eerste hindernis om die hele mooie 6 te krijgen. Goed. Gaat hier omheen. Caetano toch in topvorm hoor, die hier springt. Tweede plek. Fantastisch weekend van Julia. Afgelopen vrijdag derde. Nu tweede tot nu toe. Met nog 2 te gaan. Een Nederlandse overwinning, dat is al gegarandeerd. Nou, fantastisch. Frank Schut, het vorig jaar dus gewonnen hier voor eigen publiek. Pakt hij de dubbelslag met Winchester HS. Oh, ja, super. Wat als lukt dat nu toe? 76. Ja. Oh. Ah. De tijd was goed genoeg geweest. Ja. 34-73. Frank Schuttert had hier zomaar zijn tweede overwinning op rij kunnen pakken. Ja, dat is net een beetje geluk wat je dan moet hebben in zo'n barrage op het scherp van de snede. Ja. Ja, voor de stal van Mark Houtsager kan het al niet stukken in deze grote prijs. Nee, zonder meer. Maar als we die ronde zagen van Frank, zou je denken dat Mark toch ook misschien wel sneller kan zijn, hè? Maar je moet ook nul blijven. Ja. We zien hoe makkelijk Mark daar voor die 6 gelastrongen rijdt. Ongelooflijk. ...35-76, Mark Houtsager. Fantastisch binnengekomen. Zo. Redt hij het. Mark Houtsager. En Calimero. Ja. Jawel. Hij pakt hem. Mark Houtsager. Ongelooflijk succes voor Sterrenhof natuurlijk. Eerste en derde. Ja, fantastisch. Mark kon hier ook al eerder met Uppetit de grote prijs. Fantastische sport vandaag. Mooiere overwinning konden we eigenlijk niet krijgen.
Ongelooflijke prestatie. Mark Houtsager, de Nederlands kampioen. Hij gaat naar het EK in Gothenburg. En hij gaat met een vliegende start daar in ieder geval al heen. Ja, en twee paden en twee ruiters die in topvorm zijn. Julia natuurlijk en Mark zelf ook. Ja. Ja. De overwinning hier op de zondag op Cesium voor Mark Houtsager, Sterros, Calimero. De tweede plek voor Willem Greven en Karen Bol. En op de derde plaats ook een paard van Sterrenhof, Sterrenhofs Cayetano met Julia Keizer. De winnaar Mark Houtsager. Ja, allereerst natuurlijk zeer blij. Sterros Calimero, super gesprongen. Laatste staat in een barrage, winnen is natuurlijk altijd mooi. Ik had de thuisrijder Frank Schutter natuurlijk ook gegund. Maar helaas dit jaar niet. Willem Greven, mijn vriend ook en mijn vrouw ook. Maar ik kan hem één winnen, dat ben ik vandaag. En ik wil ook bij deze bedanken de familie Schutter. Het is een geweldig concours met het hele team eromheen natuurlijk. Het is ongelooflijk wat ze hier neer hebben gezet. En het publiek natuurlijk geweldig, super sfeer hier deze dagen, heel veel publiek. En natuurlijk niet vergeten de sponsors, want zonder sponsors kan natuurlijk dit concours zeker niet doorgaan. Ik denk dat we op een heel blij mogen zijn met dit geweldige evenement in deze regio. Dank u. Mark Houtsager.